Ziet er wel een beetje lullig uit, hè? Ja, dat, dat is altijd zo natuurlijk. Na de daad ziet alles er lullig uit. En dit is eigenlijk zelfs nog voor, maar zo ziet hij er wel uit, ja. Wat is de innovatie? Dat er een gel in zit. En daardoor krijgen mannen een stevigere... Maar je hebt toch of wel een erectie of geen erectie? Er is toch niet iets van een extra stevige erectie? Ben je nou helemaal bedonderd? Echt? Dat kan aan mij liggen misschien. Ja, nee. Je hebt een schaal en die gaat van 1 tot 4. Drie kwart van de vrouwen geven aan dat ze dat verschil ervaren. En dat ze bij een nummertje 4 zeg maar, uh, meer genot hebben dan bij een nummertje 1. Ja, het is natuurlijk nog steeds uh, prutsen, dit. Je blijft hem om moeten doen, maar je kunt er natuurlijk ook een voorspel van maken. Van wat het waard is, hè? want van de week komt er zo'n onderzoek uit, wetenschappelijk, dat, dat het vrouwelijke orgasme eigenlijk niet bestaat hè, door penetratie. Ja. Dus ja, dat, dat gaat dit ook niet redden, denk ik dan. Hè? Je moet inderdaad geen wonderen verwachten en zeggen, kijk, we doen het condoom om, we gaan liggen en de vrouw komt uh, wild klaar. Dat gaat niet gebeuren. Sorry. Nee? Nee.